welcome. Elon Musk buys Article 13 and deletes it. Yeah, that weak shit. Yeah. Thanks, Elon Musk. Natuurlijk is dit fake. Maar willen jullie nu dat ik gewoon heel de Europese Unie koop en dan artikel 13 verwijder? Dus de creëercode en thanks zit op Fortnite. We zijn er bijna nog een klein beetje money. Eigenlijk, we hebben nog 2 jaar. We kunnen nog 2 jaar genieten van het internet en dan... Hal. Dus wat betekent dat? Iedereen die deze video kijkt, iedereen die het internet gebruikt, we hebben 2 jaar om genoeg geld te verdienen. En gewoon met iedereen van hier gewoon... Dat was ook een grap. Kennen jullie deze guy? Ik ken hem ook niet, maar... Ik vind hem wel grappig. Hij maakt wel leuke filmpjes. Harde guy. Hij heeft gewoon die tondeuzel gezet in het midden. In Berlijn was er dus al een staking tegen artikel 13. Het is nog maar een paar dagen geleden, goed gekeurd. En in Duitsland zijn ze nu al... Fuck, Atsika, draait zien. Heb je als los zo'n laude luftballon... 99 luftballon... ...afgeblazen? Oh, die laat ik jetzt einfach los... Voor die vrijheid. Ik kan geen Duits, nooit Duits gehad op school. Maar als je gewoon een beetje Nederlands spreken met een kleine accent, dan spreken ze Duits. In Berlijn was er al een staking. Duitse YouTubers hebben veel views, man. Don't underestimate Germany. Er was echt fucking veel volk. Het is echt gek, er was fucking veel volk. Er waren meer dan 100.000 mensen op straat in Berlijn. Dat is pretty sick. Ik had niet verwacht dat ik zoveel berichten ging krijgen van jullie. Like, mijn vorige video staat nu 10 in trending. Meer dan 2000 reacties. Op Instagram ook fucking veel DM's gekregen van mensen van... Yo, wat kunnen we doen? Even rustig. Hold your horses. We hebben nog tijd. Het is nog altijd fresh. They fuck us, we fuck them, right? Yeah. We kunnen staken, we kunnen fucking klimaat maar eens dingen doen. Like, we hebben de klimaatwet ook afgekeurd. Like, they don't give a fuck. Want de mensen die in het parlement gestemd hebben voor de inwoners van België... Zij representeren ons. Zij representeren het volk. Zij stemmen in naam van het volk. Weet je wat al die mensen van België hebben gestemd? Ze hebben allemaal fucking ja gestemd. Elke naam. Hagui Bayet, ja. Hilde van, ja. Allemaal ja. Allemaal. België. Deze mensen representeren ons. Dus we kunnen geen vriendelijke staking doen, because they fucked us in the ass. De klimaatmars was de bedoeling om iets te veranderen. Wat wij willen doen is gewoon dat de fuck dat gewoon gedelete wordt. Gewoon, I get the fuck out of here. We moeten rechtstreeks in de red terugneuken. We hebben al een paar mensen gecontacteerd. Er zijn al dingen in de maak, boys. We gaan niet zeggen dat we gaan staken, we gaan echt gewoon... We moeten wel op een manier neuken. En door te staken alleen doe je dat niet goed genoeg. Dat is een snappen van godverdomme. Maar wij zijn kinderen. Wij kunnen die dingen doen. Als er volwassen mensen op straat komen en fucked up shit doen, like, dan komt de politie tussen met een waterkanon en zo. Als wij fucked up dingen doen, like, wij zijn jong. Als er daar allemaal kinderen bij lopen die geen 18 zijn, like, ze gaan geen waterkanon en traangas uithalen voor ons hoor. We mogen nog zo fucked up dingen doen als ze willen. Stel je voor, we doen echt erg shit. Ze komen gewoon met een waterkanon schieten op kinderen die 13, 14 jaar zijn. Wij kunnen alles doen. Het is alsof ze sowieso niks terug kunnen doen. Dus waarom zouden we dan niet echt fucked op dingen doen met flares en rockbommen en eieren? Dag je, de plannen zijn in de maak. Hold your horses. That was close. Kennen jullie de Mozambique nog? Beste shotgun in Apex. Kort nadat ik die video's heb gemaakt, is het land Mozambique gehit. Door een fucking cycloon. En niet alleen Mozambique. Zimbabwe ook. Malawi ook. Like, het is echt fucked up. Gekste cycloon ooit. Toen ik een kleine mini-meme had gemaakt van Mozambique. Mozambique! Ik wist niet dat dit gebeurd was. Like, ik heb een beetje veel slechte commentaar gekregen van mensen. Van ja, je lacht gewoon. Like, ik wist het niet. Alle dingen die ik over die Mozambique had gezegd. Like, dat was voordat deze dingen gebeurd waren. To pay my respects to Mozambique. Ga ik €53 doneren. Dat is een urgentiekit voor 1 familie. En een zeildoek van 20 vierkante meter. We did something great actually. Wat gaan we nu doen? Apex Legends! Ik zie ook daar heel veel mensen zijn die al pagina's hebben gemaakt op Instagram. Zo, eigenlijk wij gaan staken tegen artikelen. Good job, guys! Lang geleden dat ik Apex heb gespeeld, maar hey, it's still a great game! Vinden jullie dit nice? Dit zijn mijn nieuwe kleren, die droppen binnenkort. Het zijn mutsen. Even niet gespeeld, we back. Een goede eerste game, man. Yeah. Als ik een win pak, pak ik een haircut morgen. De kapper is nu al dicht, maar dan tegen de volgende video heb ik een verse snit. Dus ik hoop voor jullie dat ik win. Wat is dit voor poeploot? Ik heb 2 poepguns. En de Spitfire, poep! Hey, Blackboy, 007, what fuck you doing? Hey! Yeah. Hij failde die eerste keer om erop te klimmen. Zipline time! Iedereen te scare om een mic te kopen. Dat heb je wel eens met free-to-play games, you know? Bro. Look behind you, look behind you. Yo! Mijn team volgt mij niet eens, man. Ik zet zo een tunneltje. Hé, hey, maar zit hier... Wow. Doe chill. Hey, guys! Help me! Hey! It's okay, guys. The situation is under control. Nu zijn mijn matties hier wel, man. Zullen jullie hier wel om die fucking loot te stellen? Hey, let's get it, man. Dit is niet mijn portaal. Yay! Oef. Enemy spotted! Haha, ja! Fuck up, bro! Haha! Yay!
deze guy, man. Deze guy. Come on, oh, oké. Okay. Come on. Veel liefde voor deze guy. Deze game wil duidelijk dat ik een snit pak in mijn haar. Hey, you're a good robo man. Guy. Hey. Ik ga robo guy niet laten doodgaan, man. Fuck dit spel. We hebben nog een trei. Weet jullie hoe YouTuber gaat uitzien naar artikel 13? Pokémon kaarten. Lost Thunders and a Moonsome Celestial Storm. Roaring Skies. Hey. Ik had daar net één pakketje open gedaan en ik had die Executor. Oeh, die is nice. En deze zat in de tin. Oeh. Hey! Hey! Zo, dit is een Co-card. 1, 2, 3. Get rid of the energy. Cascoon. Wait and see hammer. Netbok, Ninkala, Bill, Slowpoke, woe, is een Bruxish. Ja, ik heb geen idee welke kaarten dat dit zijn. Ik ken de meeste wel, maar veel nieuwe pokken. Woe, Larvitar, oeh, we gaan Holo Hoppip. Oeh, het weet niet welke kaarten dat dit zou moeten zijn hoor. Tapu Fini, shines nice. Ik vind deze Zapdos ook al cool, maar voor de rest, stay tuned for more Pokémon video's. I'm the proud owner of all nice cards. You can see that in my boekje. Oef, oef, oef. Hey guys, you guys have microphone? Hello? Niemand heeft ooit microfoon op dit spel. Het is sad, man. Alsof dat ik dit gun ooit vind als ik geen video aan het maken ben. Hey, hello, brother. Let me see. Hey, I got you. I got you. I got you. Ik speel support in deze game. Oef, oef, oef. I got you, man. Ik ben de support. Ik had toch al gezegd ik revive, man. Why are you serious? Hey, give me the fucking armor, man. Hey, hey, hey. Hey, fuck you! There's a guy making plays. Ik maak ook plays. De mindere plays. Maar ik heb wel een sniper rifle. Sniper rifle plays. Oeh! Oké. Okay. Mindere plays. Oké. Okay. Oké. Okay. Waarom krijg ik geen kills? Like die stomme fucking robot is nog eens al mijn kills aan het rippen. Hey, doe toch even die fucking armor aan mij. Er is tegen artikel 13, man. Deze play. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Daar gaan we, man. Oef, 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 oef. Oh, dikke guy. Oef. Ze hebben al mijn fucking loot gestolen. Zien jullie die damage? Oef, yo, 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 yo. Chill, 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 chill. Chill. It's okay. Mijn team mag gewoon even chillen, man. Oef. En nu gaat die robot mijn kill stellen. Als die stomme fucking robot is stop met mijn kills te stellen, dan is alles oké, okay, man. Zijn alle twee dood, man. Yeah. Hoho! Oeh! Nu met die kutsniper. Yeah, 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 yeah. I got it, I got it, I got it. Stop met pingen. Ik denk niet dat ze snappen dat. Yeah. Yeah. No, 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 die... Yeah. Oh, oh. Yo, 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 leave me alone. Hey! Yeah. Oh. Oh. Yo, ik ben klaar voor die haircut. Mijn robot guy is dood, like die andere is geliefd. Thanks for the fucking loot, bro. Fuck you, Maroon Dice. Ik ben gewoon een lieve guy, man. Er ligt hier direct goede armor voor hem. Goede guns. Enemy spotted. Oké, okay, robo guy. Fuck him up, man. Ah! Hey, die robot is een chille guy, man. Dit is een minder chille guy. Hey, hey, doe chill. Ah! Yeah. Yeet. Hello, robo man. Do you have a microphone? Yep. You have a microphone? Yep. Hello. Hello. How are you doing? Not so good. Can you shout for me? Like, shout really loud. Let's go! Hey, hey, there's a Mozambique here. Even mijn grapjes goed, man. Ik fok met deze guy. Thanks for the fucking loot, bro. Fuck you, Maroon Dice. Nog 3 squads. Ik heb 6 kills. What the fuck? Oeh. Oeh. Nate. 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 Yeah. Ik heb een kill met mijn Nate. Oeh. 7 kills. Yo, they're far. Oh, fuck. Shit. Deze guy, ik fok met hem. Ik
fuck met deze guy. Thank you. Oké, we hebben die fucking gekke sniper. Let's go! Deze was zijn zipline gevallen. I have a sniper rifle. I'm gonna be like... And you're gonna be like... And I'm gonna be like... If I win, I get a haircut. Oeh! Ohoho! Ik heb eindelijk geraakt. Wat? Yeah. Oh! Oh! No scope! No scope! Fuck die shit! Yeah. Woehoehoe! Woehoe! Hey, good job, man! GG, well played, man! GG, bro! 8 kills! GG! Pakketjes! Pakketjes, maar heel is goed! Okay. It's pretty nice! Jack shit, man. Ik bedankt om naar deze video te kijken. We zijn gewonnen, man. Shoutout naar die boy, man. Dat is een goede game. Jammer dat ik geen no scope of zo. Like, I tried. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het nice vonden. Dit was even slecht voor het. Ik ga nu een haircut pakken. Maar volgende video heb ik een frisse snit. Dus applaus voor jullie en applaus voor jullie. Kijk, dat was ik niet. Fuck hartstikke aan het draaien zien. The internet would be more like television. Julia Reda. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, dan zal het internet gelijk op televisie. Waarom zijn we in de eerste plaats naar YouTube verhuisd in plaats van op televisie te blijven? Omdat YouTube is fuck TV, man. Kunnen jullie Engels? Als je geen Engels kan, dan moet je nu maar gewoon de ondertiteling lezen.